Dit is een van de 12 begraafplaatsen in Rabat, de hoofdstad van Marokko. Iedereen ligt hier met het hoofd richting Mekka, voor moslims een heilige stad. Op vrijdag, een heilige dag, gaan veel mensen naar het graf van hun familie. Dit is een manier om goede daden te doen uit naam van de overledene, zodat diegene een plekje kan krijgen in de hemel. Smiti Aya. عمري 7 سنوات انا كنقرا في الثاني هنا مدفون جدي انا جيت نزورو 2 jaar geleden overleed de opa van Eya. Vandaag is ze voor het eerst op de begraafplaats om haar vader te helpen het graf schoon te maken. Haar vader gaat eigenlijk altijd alleen naar het graf van zijn vader. Het is niet zo dat kinderen niet mogen, maar in veel families proberen de volwassenen hun jongste kinderen te beschermen tegen verdriet om mensen die kort geleden zijn overleden. وانا ما كنتش كان كيسحابي بلي بابا ملي كان بابا كيلعب ملي كان بابا قاعد كيضرب في الحيط انا كان كيسحابي بلي غير كيدير شي حاجه اما ديك الساعه ملي مشينا عاد عرفت بلي با توفى وانا نبدا نبكي. Eya vertelde me dat haar vader heel erg hard moest huilen toen ze het bericht kregen dat haar opa was overleden. Huilen hoort in de Marokkaanse cultuur. En soms lijkt het wel hoe harder, hoe beter. Maar op de begraafplaatsen in Marokko is het juist stil en rustig om de ziel van de overledene rust te geven. Volgens de islam moeten de doden binnen 24 uur worden begraven. Het begraven zelf gebeurt door een kleine groep mensen. Meestal niet meer dan 10 mannen. De vrouwen blijven thuis en ontvangen de gasten. En worden getroost door hun familie, vrienden en buren. We waren niet alleen bij het graf van de opa van Eya. We waren ook in Rabat bij Adam thuis. Kort geleden is er iemand in zijn familie overleden. Alleen er wordt niet zo heel erg makkelijk gepraat over de dood in zijn familie. En dat is omdat het verdriet nog heel erg vers is en omdat ze vinden dat Adam nog een beetje te jong is. Maar Adam heeft wel wat vragen. Chakalid die na mama. Miki moet je wacht. Snog snen dier. Miki moet je wacht. Kid je mule eel. Oké. Oké, je rustelo, week fino. Kie rustelo, belman kei. وكيديروا الورد والخزامه وداك الشيء ديال الحنوط اللي كيشريو من عند واحد العطار وكيديروا له الكفن وكان يصليو عليه وعاد كيديو للجامع وكيصليو عليه صلاه الجنازه من بعد كيديو للمقبره كيدفنوه ملي كيرجع العائله ديال الميت ملي كترجع للدار كيستقبلوا الناس العزايه مي كيموت هذاك الشخص واش خاصهم يمشيو مع والديهم للمقبره هما الاولين اللي كتعطاهم قيمه كتعطاهم الحليب هذيك الشريحه الخبز اوكي وكل ما تعطاتهم واحد القيمه بزاف هذوك الاطفال ولا هذوك الدراري حسنات بحال اللي حسنات كتبع على داك الميت عاوتاني ملي كيمشيو للمقبره النهار الثالث حيت المغاربه النهار الاول كيدفنوا الميت اوكي وكيفرقوا التمر والحليب والخبز كيعطيهم كاين الفقراء كيكونوا خارج المقبره والمساكن تنقولوا هذاك الميت غنتصدقوا ليه غادي يفرح وغتبعوا هذوك الحسنات العالم الاخر اللي غيمشي ليه. Veel moslims geloven in het hiernamaals. Dat wordt ook wel paradijs of hemel genoemd. En daar is het leven prettig en goed. En Allah beslist wie daar naartoe mag gaan. En dat gebeurt op de dag des oordeels. Allah
Adam weet nu veel meer over begrafenisrituelen in Marokko. En nu is het tijd voor zijn huiswerk. Oh nee, eerst netjes uitzwaaien.